mensen die hem al gezien hebben, hè? All You Need Is Love, jullie daar. Zit Robert ten Brink erin of niet? Niet? Wacht even, dan komt de microfoon aan. Jullie hebben hem... Nee, we hebben hem niet gezien gisteravond. Nee. Dus we waren er gisteravond op Ladies Night. Ja. Oh ja, was er een Ladies Night? Oh, was er Ladies Night? Ja, dat is woensdagavond. Ik heb nog gemist. Maar we hebben je niet gezien. Dus volgens jullie zit hij er zeker niet in. Of hij moet vermomd zijn, maar... Ja. Misschien dat hij inderdaad in vermomd. Zit je erin of niet? Ik zit erin. 1,300ste seconde. En ja, je moet het echt weten. De bedoeling was om een soort cameo te doen à la Hitchcock. Die we nog allemaal kennen uit de film. Dat hij met die poedeltje zo naar binnen loopt. En zo is het veel vaker gedaan in de film. Dus ik had mij wel leuk geleken om bijvoorbeeld in een kaartjesroket te zitten. En dan zeggen alsjeblieft of zo. Maar goed, ik zit in een sportschool op een home trainer. En op het moment dat de camera langs mij zoeft, wordt hij volgens mij ook nog onscherp getrokken. Dus dat alles om de bezoekersaantallen niet te veel te drukken, denk ik. Ik heb hem vanmiddag gekeken en ik hoorde dat je erin zat. Maar ik ben nog terug. Niet gelukt, hè? Ik zag niks, maar we hebben het hier klaarstaan als je heel scherp oplet. Okay. En in de herhaling en dan twee keer. Ik vind het leuk om zelf ook een keer te zien eigenlijk. Ja, dat is mij ook nog niet gelukt. Ja, daar. Waar? Ja, de vies achter, de groen. Groene trui. Dat was het. Bij de ingang. En klaar. Ja. Bij de ingang. Ja, daar. Ja. 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 Ja, je moet echt goed opletten, ja. Ja, ze hebben kostelijk moeite gespaard om mij zo'n beetje zo glamorous mogelijk naar voren te brengen. Hoe lang ben je hiermee bezig geweest voor deze scène? Nou, een hele dag in Antwerpen. Je hebt een hele dag op die home trainer gezeten. Ja, echt een hele dag. Goed voor de calorieën. Ja. 2 kilo, fantastisch. Ben je niet een... Ik wil niet gaan zeuren, maar niet een beetje beledigd dat... Ik bedoel, je doet dat programma zo lang, 27 seizoenen, ze maken er een film. En ik moet je zeggen wel dat je wat langer in moet zitten. Ja, dat vind ik trouwens ook. Dat had ik ook wel leuk gevonden. Maar beledigd, nee, want het is natuurlijk hilarisch. Een programma wat je 27 jaar doet, dat uiteindelijk wordt gebruikt als kapstok voor een kerstfilm. En dat de hoofdrolspeler, Fetja van Huet, mij ook echt speelt. En dat is heel raar eigenlijk als je in de bioscoop zit. Ja. Maar Robert, 7 seconden. 1 seconde. Ja, het duurt iets langer. Ja. We hebben het gedaan. Heb je wel eens willen stoppen eigenlijk met het programma?